Salam alaikum, welkom bij de 30 deugden uit de Koran. En de deugd die we vandaag gaan bespreken is de deugd dankbaarheid. En dankbaarheid, dat zie je zowel niet alleen in de Koran en in de islam, maar eigenlijk in alle religies en in alle vormen van persoonlijke ontwikkeling zie je dankbaarheid altijd terugkomen als heel belangrijk onderdeel. Laten we eerst kijken wat de Koran erover te zeggen heeft en daarna kunnen we kijken hoe we meer dankbaarheid kunnen cultiveren in ons leven. Dankbaarheid komt, net als de deugden die we hiervoor hebben besproken, ook heel vaak voor in de Koran. En is net als de deugd van vergeving en de deugd van geduld ook weer een ingrediënt en een toevoeging voor de mensen van taqwa waar we het gisteren over hadden. Een aantal instanties die ik met jullie bespreek is bijvoorbeeld in het tweede hoofdstuk, vers 152, staat Fadkuruni adkurkum washkuruli wa la takfurun. Dus gedenk mij en ik zal jullie gedenken en wees dankbaar en wees niet. En dan komt er eens een interessant woord, wa la takfurun. Wees niet onder de mensen die kafir zijn. En dat woord koffer wordt altijd vertaald als ongelovig. En ik heb altijd gezien en geconstateerd dat het woord koffer wordt altijd genoemd als in samenhang met shukr, dus met dankbaarheid. Dus als je niet dankbaar bent, wat ben je dan? Dan ben je dus ondankbaar. In veel instanties zou dat woord dus dan niet vertaald moeten zijn als ongelovige, maar eerder als ondankbare. Dit argument valt te bekrachtigen met dat een instantie in Surat al-Baqarah ook, in hetzelfde hoofdstuk, waarin Iblis gevraagd wordt om te buigen voor Adam. En hij wil dat niet doen. En wat de Koran erover zegt, fa'aba, hij weigerde, was takbara, en hij werd arrogant, wakane min al-kafirin, en hij hoorde bij de kafirin, bij dezelfde mensen die dus hier omschreven worden. En als je dat zou vertalen als ongelovig, dan zou je dus Iblis ongelovig noemen. Wat best wel onmogelijk is, aangezien de Iblis is in de traditie, in de islam is dat de duivel, voordat hij de duivel werd, voordat hij zijn val had en de duivel werd. Zo wordt hij dan Iblis genoemd. En als het na zijn val wordt hij door de Koran Shaitan genoemd. Maar voor zijn val was hij Iblis. En voor zijn val was hij een dienaar. De traditie gaat dat er geen plek op aarde is waarin Iblis niet heeft geknield in aanbidding. Dus je kan alles zeggen over Iblis, maar je kan niet zeggen dat hij niet gelooft in God. Dat hij niet gelovig is. Dus je kan het niet vertalen als ongelovig. Het is eerder ondankbaar. En waar het nog een sterker argument is dat iedere keer dat het gaat over dankbaarheid, wordt het tegenovergestelde erbij gehaald. Zoals hier in dit vers, Fadkuruni adkurkum washkuruli wa la takfurun. Een andere instantie waarin het woord shukr voorkomt, is in Surat Ibrahim, vers 7. Wa id ta'addana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la shadid. Dus wanneer jullie Heer bepaald heeft, als jullie dankbaar zijn, zal ik jullie meer geven. En als jullie dat, en dan komt weer het woordje koffer terug, la in kafartum. Dus dan bewijst weer dat het tegenovergestelde van koffer is. Dan is mijn straf heftig. Dus het gevolg van ondankbaarheid is heel heftig. Of het nou het hiernamaals is waarin het heftig is, of dat het hier al is. Want je kan je voorstellen dat iemand die ondankbaar door het leven gaat, dat hij niet echt de beste relaties bouwt en dat hij niet echt de mooiste omstandigheden creëert voor zichzelf. In Surat Luqman, hoofdstuk 31 is dat, vers 12. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Dus we hebben Luqman de wijsheid gegeven opdat hij dankbaar is naar God, naar Allah subhanahu wa ta'ala. En wie dankbaar is, die is dankbaar voor zichzelf. En wie dan, komt weer tegenovergestelde hè, van dankbaar, Muhammad kafar. Wie dat niet is, wie ondankbaar is, dan is Allah vrij van behoefte en prijzenswaardig. Allah heeft die dankbaarheid niet nodig. Dat is wat het laatste statement zegt. Dankbaarheid kun je ook zien in het licht van, alsof het licht, ik heb hier een lamp, in het licht van licht. Als
als je licht aanzet in een kamer waar het donker is, dan is licht is niet het tegenovergestelde van duisternis. Het is niet het tegenovergestelde. Het is de afwezigheid ervan. Dus duisternis is de afwezigheid van licht. En het kan niet zijn dat duisternis en licht samen tegelijkertijd een ruimte innemen. Er is maar een heel klein beetje licht nodig om een hele ruimte te belichten. Dus hetzelfde geldt voor dankbaarheid. De toestand en de emotie van dankbaarheid, als je die cultiveert, op het moment dat jij in dankbaarheid bent, kun je niet in angst zijn. Kun je niet gestrest zijn. Dus wanneer je je gestrest voelt of wanneer je je angstig voelt of boos voelt, vraag jezelf af: waar ben ik dankbaar voor? En door die vraag te stellen, waar ben ik dankbaar voor? En het kan zijn dat je soms in een toestand bent dat je heel boos bent of heel gestrest bent. Nee, ik ben nergens dankbaar voor. Waar zou je dankbaar voor kunnen zijn als je dat zou willen? En dat kunnen hele kleine dingen zijn. Je kan dankbaar zijn dat je vandaag wakker bent geworden. Er zijn een heleboel mensen gisteravond naar bed gegaan die dachten dat ze wakker zouden worden vandaag en die zijn dat niet geworden. Jij bent wel wakker geworden. Waar kan je nog meer dankbaar voor zijn? Denk er eens over na. Pak pen en papier. Schrijf het eens op. Waar kan ik allemaal dankbaar voor zijn? Het is oneindig waar je dankbaar over kunt zijn. En als je jezelf in die toestand van dankbaarheid zet, hoe voelt dat dan? Dat is een mooie gemoedstoestand om in te verkeren, toch? Nou, wat is jouw leven anders dan een optelsom van gemoedstoestanden? Dus als jij heel vaak in een gemoedstoestand van angst of boosheid of stress leeft, nou als je dan terugkijkt op je leven, had je een stressvol, angstig, boos leven. Maar als jij vaak in die toestand van dankbaarheid leeft, dan kijk je terug op je leven en dan heb je dus een dankbaar leven gehad. Dankbaarheid speelt in je persoonlijke ontwikkeling dus een cruciale rol. Want het bevordert niet alleen dat je positiever wordt, maar het zorgt er ook voor dat je je relaties versterkt. Want met wie ben jij liever in contact? Met wie communiceer je liever? Met iemand die constant angstig en gestrest is en klaagt? Of iemand die dankbaar is? Dat is voor de hand liggend, toch? Een dankbaardere persoon is ook veerkrachtiger. Want als jij iemand bent die focust op waar je dankbaar voor bent regelmatig, dan ben je ook beter in staat om met de uitdagingen van het leven om te gaan. Oké, hoe kun je dankbaarheid cultiveren? Hoe kun je zorgen dat je meer dankbaarheid creëert in je leven? Laten we kijken naar een aantal praktische tips. Ten eerste, neem elke dag even de tijd, al is het 5 minuutjes of 3 minuutjes, om je zegeningen te tellen. Om op te schrijven voor jezelf, waar ben ik nou dankbaar voor op dit moment? Er zijn talloze boekjes of tools die je hiervoor kunt gebruiken. Dit is een hele goeie, het 6 minuten dagboek. Daar staat dagelijks een plek in om op te schrijven waar je dankbaar voor bent. Maar al doe je het niet daarop, of al gebruik je gewoon een los blaadje. Creëer de gewoonte, en het liefst 's ochtends, wanneer je net wakker bent, om te reflecteren waar je dankbaar voor bent. De avond hou ik liever van om te reflecteren op de deugd van gisteren, wat je vergeeft. Dan vergeef ik wat er gebeurd is die dag, wie me iets heeft aangedaan, wat ik zelf fout heb gedaan. Dat is meer de reflectie van de avond. Maar we hebben het nu over dankbaarheid. Ik gebruik daar het liefst de ochtend voor. En schrijf op waar je dankbaar voor bent. 3 tot 5 dingen. En het kunnen kleine dingen zijn. En het eerste ding, tweede ding stapelt zich bovenop het eerste. De derde stapelt zich bovenop de tweede. En hoe meer je opschrijft, hoe meer het een stapelend effect heeft, waardoor je helemaal in die toestand van dankbaarheid komt. Stel dat dat is hoe je je dag begint. In plaats van je telefoon pakken en je mails bekijken of het nieuws bekijken. Dan kan je een heel ander leven leiden. Ten tweede, uit je dankbaarheid tijdens je gebeden. Tijdens je salas, tijdens je smeekbedes, je du'a's. Bedank Allah voor de zegeningen die je hebt. Dat is ook wat je doet in de ochtend, maar dit is dan tijdens de rituelen van salah en van du'a. En bedank mensen. Bedank mensen die iets voor je doen. Neem niks voor lief. Bedank je partner voor wanneer ze eten voor je heeft gemaakt. Of wanneer je kinderen iets voor je hebben gedaan. Bedank mensen. Bouw de gewoonte van dankbaarheid uiten. Je zult versteld zijn wat het gaat doen voor de band die je hebt met mensen. En de derde tip, en die is een beetje in lijn met het creëren van het leven wat je wil hebben. Wees dankbaar van tevoren voor de zegeningen die er nog gaan komen. En zie dat die zegeningen komen. Zie ze in je hoofd dat ze komen en wees van tevoren dankbaar voor dat ze, alsof ze er al zijn.
wij hebben de perceptie van tijd. Wij hebben het idee van tijd. Ook al is het een illusie, maar we hebben wel de perceptie dat tijd in een lijn gaat. En de toekomst, morgen komt morgen, et cetera. Maar als we het perspectief van Allah subhanahu wa ta'ala bekijken, dan voor hem is alles tegelijkertijd. Dus alles wat morgen gaat gebeuren, of overmorgen gaat gebeuren, of volgend jaar al mag het gebeuren, daar heeft hij alle kennis al over. Hij weet dat allemaal. Voor hem is dat allemaal tegelijk. Dus als je hem daar alvast voor bedankt, dan is de kans dat het in jouw leven komt een stuk groter. Oké? Dus dit is een beetje een soort law of attraction tip, die laatste. Hij heeft voor mij in mijn leven heel erg gewerkt. Ik heb iedere keer, als ik dankbaarheid toon voor iets van tevoren wat ik nog niet heb, dan manifesteert het zich heel snel. Dat was het weer voor vandaag, mensen. Dank jullie wel. Ik zie jullie morgen weer. Assalamu alaikum.